We moeten nog één puntje even behandelen, om Theo recht te doen. Omdat hij gezegd heeft, ik kom graag. Maar ik wil wel ook ik even... Ik kom helemaal niet graag. Ik had eigenlijk een vrije avond vanavond. Ja. Alleen Freek zou eigenlijk komen, Freek de Jonge. En ja. We wilden niet met Freek aan tafel. Daarom ben ik maar een beetje met lange tanden ben ik hier komen zitten. Zeer gewaardeerd. Maar waarom niet met Freek aan tafel willen zitten? En tot mijn stomme verbazing zag ik u de volgende dag bij RTL Boulevard met Gerard Joling en Jan Smit keuvelen over het... En dan denk ik, wat is het voor leider? Wat is dit voor toekomst? En Freek de Jonge is heel erg van gisteren. En wat ik al zei, ook woensdag bij De Wereld Draait Door. Freek de Jonge is altijd zo zuur over de VVD. Ik zit al bij de VARA. Ik heb overigens niet gezegd, ik kom niet. Ik heb alleen gezegd in de contacten. Altijd naast de zure man gezeten. Dan steekt u er zelf veel gunstiger bij af. Dat zit nou toch ook. Gaat toch goed. Maar ik zat... weet je wat? Het probleem is het volgende. Je hebt gewoon overleg met een programmaredactie. Ja. En ik heb toen gezegd... Gerard Joling. Als hij komt... Nou, die zit hier niet. Als hij komt, dan kom ik ook gewoon. Maar als je het mij vraagt, liever niet. Want ik denk gewoon, hij is al zo zuur over de VVD. Dus liever niet. Maar als hij komt, kom ik. Ik heb niet gezegd, ik kom niet als hij komt. Ik heb het anders gehoord. Maar ik ga niet zeggen van, doet u het weer. Ik zal het op mezelf betrekken. Ik heb een déjà vu. Dat zegt ook de redactie van Paul Witteman. Dan ben ik tegenwoordig. Nee, dat ligt ons te genuanceerd. Sleep ons niet helemaal mee daarin. Ik geloof niet. Maar ik was bereid te komen, ook als Freek de Jonge kwam. Maar ik heb wel gezegd, liever niet. Zo is het gegaan. Nee, maar misschien was er toch ook in uw omgeving niet helemaal duidelijkheid over... misschien was u wel bereid, maar was niet iedereen in uw omgeving daarvan overtuigd dat u bereid was om te komen? Nou, die omgeving is heel klein. En ik heb daar goed contact over gehad, dat relletje ging lopen woensdag. Ja. Maar ik had er niet zoveel zin in. Dat was mijn gedachte om dat te doen. Maar ik zei, als hij komt, dan kom ik. Maar liever niet, want volgens mij krijg je minder leuk programma. Freek de Jonge was toch ideaal geweest? Die heeft helemaal diezelfde jaren 70 retrotoon als uw vrijheid dan wel socialisme.